Dit is de Loskast. Je wordt vanavond weer gezellig verrast. Dus zit je op de fiets, zit je op de bank, luister maar. De gasten van vanavond zitten voor je klaar. Wauw, zo'n mooie opening hebben we nog nooit gehad, Leon. Welkom bij de vijfde Loskast aflevering, waarin we vooruitblikken op het Los Festival op het Havenkwartier. Aanstaande zaterdag 13 april gaan we weer los. En nou, we hebben er echt super veel zin in en we hebben vandaag twee hele leuke gasten. Ellen en Marine. Ja, Martine, maar de thee was verloren gegaan. Oh, wat jammer. Ja. Nee, ik ben dyslectisch, ik lees het niet goed, maar nee. Toch Martine. Welkom. Ik wou eigenlijk heel even eerst de crowdfunding onder de aandacht brengen. Want we zijn keihard bezig om een mooi bedrag binnen te halen. En ons streefbedrag op dit moment is €4.000. We staan bijna volgens mij nu op 3.000. Dus als iedereen nog even flink doneert de komende twee, drie dagen. Dan gaan we dat mooi halen. De programmaboekjes zijn binnen. Ze zijn prachtig geworden. Kijk allemaal hoe mooi. Programmaboekje. Ook daarop staat weer een QR-code. Kan je ook nog oplossen, kan je nog doneren. Hoe tof is dat? Allemaal even doneren. Elise heeft al een testje gedaan. Hebben jullie dat gezien op het internet? Toevallig, een fotootje ervan? Ja, geweldig. Vet, hè? Ja, alleen dat raster al wat erop staat, zag er al super uit. En dus ja, ik krijg er heel veel zin in hoe dat straks op Los 's avonds om 9:15 begint dat. En dan... ja, ze heeft vorige week het een en ander hier ook op de computer laten zien. Dat zag er al fantastisch uit. Dus het gaat echt heel tof worden. Allemaal doneren, zodat we dat zeker weten. Voor elkaar kunnen krijgen. Ellen! Dat ben ik. Ja, welkom. Dankjewel. Jij bent van Studio Groen en Schild. Klopt. Dus Groen plus Schild. Zeg je het zo of zeg je Groen en Schild? Groen en Schild. Oké. Okay. En wat doen jullie eigenlijk? Want dat weet natuurlijk niet iedereen. Ik weet het wel, maar niet iedereen weet het. Wat voor studio zijn jullie? Wij zijn architecten en interieurarchitecten. Met een club van 12 ontwerpers zitten wij op de begane grond van de Grijze Silo. Mooi plekje. Zeker weten. Nog niet zo lang, hè? Nog niet zo heel lang. Ik denk nu 2,5 jaar bijna, ja. Zoiets. Vorig jaar waren jullie los. Ja, vorig jaar waren we hartstikke los. Het jaar daarvoor waren jullie... waren we ook los. Ja, maar toen waren zaten jullie er nog niet, nee, of wel? Nee, maar toen waren we wel hartstikke los. Ja, ja. Toen kon je al vast bekijken wat er ging gebeuren, geloof Klopt. Ik. Klopt, ja. We hadden de plannen opgehangen om voor de verbouwing. Tof. Ja. En wat hebben jullie vorig jaar gedaan met Los? Vorig jaar hadden wij een silent disco. Oh, wow. Dus toen liep iedereen met dit soort headphones op. Eigenlijk een beetje wat wij hier nu ook wat doen. Ja, en dat was hartstikke leuk, want vooral de kinderen kwamen met hun ouders en hun grootouders. En die kinderen gaan meteen helemaal los. Ja. En dan zie je langzaam die ouders ook de dansvloer opgaan. En dan komen de opa's en oma's er ook bij. Dus dat was hartstikke leuk. Fantastisch. Ja, ja, ik loop dan altijd even snel naar binnen om een filmpje te maken. En ik kan me inderdaad herinneren dat het er heel grappig uitzag. Ja. En jullie prachtige ruimte. En dan zo'n silent disco, top idee. En jullie hebben dit jaar weer een top idee. Heb je nog andere mooie herinneringen aan Los die je nog even met ons wil delen? Nou, de eerste keer dat we losgingen hadden we een met Groen en Schild? Met Groen en Schild hadden we een maismachine in de zaal. Een mais? Mais. Popcorn. Popcorn. Dat is Poppy. En dat was heel erg grappig, omdat er vroeger mais in de silo's heeft gezeten. Ja. Dan hadden wij natuurlijk een popcornmachine. Dus het rook helemaal naar gepopte mais. Dus dat was ook hartstikke leuk. Ik hoorde vorige week ook dat er doppertjes in hebben gezeten. Klopt dat? Weet ja, dat wist dat? Ik helemaal wist niet. Wist ik ook niet. Nee, dat zei Elise. Misschien had ze zich vergist met mais. Dat zou kunnen, maar ik vond het woord doppertjes al... Ja, dopertjes is ook mooi. Misschien een prinses. Ja. Maar jullie hadden dus een popcornmachine gewoon staan. En daar kon je lekker popcorn nemen. Vooral de kids die kwamen lekker popcorn halen. Top. Hebben jullie dit jaar weer zoiets? Nee, ja, we hebben dit jaar... Dit jaar is totaal anders. Martine. We hadden al een supermooie intro van Martine. Ja. Dankjewel daarvoor. Ja. We hebben voor het eerst eindelijk een tune waarmee we onze podcast beginnen. En je ziet er fantastisch uit. Voor de mensen die via YouTube kijken, kan je even gaan staan? Dan kunnen we je een beetje bewonderen. Zo. Als er dan nog wat overblijft, ik 1,57 meter. Oh. En dan ook nog zo'n grote, hoe noem je dit? Een trekzak, zeg ik het dan accordeon. Goed? Accordeon. Een trekzak is weer net anders, maar lijkt erop. Of was dat een scheldwoord voor de accordeon? Nee hoor. Nee, een trekzak is prachtig, alleen... vind ik moeilijker te spelen. Okay. Je hebt verschillende soorten. Het is allemaal met knopjes. Ja. En soms doe je hem uit. Heb je één toon en
duwt hem weer in en heb je een andere toon. Ah, dat wil je dat niet. Dat is bij deze niet hoor. Bij je komt altijd dezelfde toon. Dit is een instapmodel. Vet. Ja. En wat ga je doen met Los? Nou, dat ga ik van je zingen. Oh jee. Nou, moeten we meezingen? Nee. Oh, gelukkig. We wouden het nog even leuk houden. Ja, wel hè? Ja. Nee, daar ben ik heel blij om. Maar ga ik gewoon luisteren? Laat horen. Op zaterdag 13 april is het weer feest op het havenkwartier. De hele boel gaat los, gezelligheid en vertier. En wie er ook meedoen, dat zijn de architecten van Studio Groen Plus Schild. En neem een kijkje in de grijze silo, als je durft en wilt. Hou je van zingen? Zing dan gezellig met mij mee. Om 3, 4 en 5 uur zing ik liedjes over smart en zee. Dus hopper de hopper de hopper de hop naar de Smartlappen Workshop. Daarvoor sta ik er. Applaus! Wauw, een Smartlappen Workshop. Ja. Dat klinkt heel spannend. Wat een goed idee. Hoe kom je daar zo bij om dat te gaan doen? Nou, daar zit een geschiedenis aan. En, kijk, dan weet, een mooi verhaal hoop ik. Ja. Een mooi zeemansverhaal, zeevrouwverhaal. Ja, er was eens een feest. En het was bijna een soort café aan de haven. Het kleine café aan de haven. En dat feest was bij Studio Groen en Schild. Ja. En daar kwam toen mijn zus, Sjaan Jordaan. Ja. En die heeft daar een hele avond muziek en gezelligheid verzorgd. En wat doet Sjaan Jordaan, je zus? Ongeveer hetzelfde als ik, alleen met een ander jurkje aan. Ja. Ook smartlapper. Ja, zat in of de familie. Jordaan, ja. Ja, allemaal wel. Ja, de hele studio was omgetoverd tot een havencafé. En we hadden met de hele studio een feest. Was het een soort bedrijfsfeest dan of zo? Ja, het was ons bedrijfsfeest. En we waren zelf ook allemaal verkleed in het haventhema. Oh, wauw. Dus we hadden zelf. Zijn daar foto's van? Daar zijn foto's van. Die worden niet gedeeld. Jammer. Ja, en ik had Arnie meegenomen. Oh, gezellig. Wie is Arnie? Ja. Dat is Charlotte Rutgers Latour. Aha. En zij vervulde de rol van Arnie met verven. En wat deed ze dan? Met zingen. Verven? Zingen ook. Oh, ja, okay. Met verven. Oh, met verven. En niet met verven. Verven. Met verven. Verven. Wauw. Ja. Wow. Het was waanzinnig geslaagd ook. Ja. En toen dachten jullie, dat moeten we met Los ook gaan doen. Ja. Wat een top idee. Ja. Dus mensen kunnen langskomen. Ja. En dan ga jij hun vertellen van, nou ja, als jij een smartlap wil zingen, let op, dat doe je zelf. Ja, en dat gaat heel makkelijk, want we kennen natuurlijk sommigen dan weer niet. Maar veel mensen, mag ik eigenlijk niet zeggen ouderen, kennen als de klok van Arnhem-Muiden wel. Maar er zit een bim bam in, dat kan een kind van 4 ook. Oh, wow. Dus een bimmetje en een bammetje. En ik neem een leuke samba bal mee of ook een blokfluit. Ja, dat is helemaal wild. Nou, wauw. Ja. En iedereen mag een beetje meetingelen. Ja, tof. Ga je nog een liedje voor ons zingen? Want het klonk net fantastisch. Ja. Ik ben voor nog een liedje. Ja, dan leel mij ook voor nog een liedje. Jawel, hè? Ja, ook voor nog een liedje. Dan doe ik nu even een vrolijk smartlapje, want ik heb eens even nagedacht over smartlappen, maar die zijn allemaal heel langdradig. Maar dat komt omdat gemiddeld genomen een smart in je leven vaak ook niet over één dag gaat. Nee. Dus dit is even iets vrolijks. Ja, ik ben in voor wat vrolijks. Laat het horen. Bij ons in de Jordaan zing je van hela hola hop la die. Bij ons in de Jordaan zie je de jongens en de meisjes dansen gaan. Bij ons in de Jordaan, waar de bloemen voor de ramen staan. En de Amsterdamse humor nooit verloren gaat zolang de lepel in de breipot staat. Yeah. Super. En doe je dat de hele dag door? Ik hoorde wat tijdstippen net in het eerste liedje. Wanneer zijn die? Dus ze moeten mij afremmen. Oh, ja, eigenlijk zou je wel de hele dag willen zeggen. Ja. Je moet ook pauze verplicht. Ja. Okay. Nou, ik heb hier tijden staan. Kloppen die tijden? 3? 3 en 4 uur. 4 uur. Smiddags. Ja. 5 uur, die heb ik te veel hier staan. Nee, die dacht ik ook. Ja, jij hebt ook nog 5 uur. Dan ben ik er vast nog. We kunnen even kijken in het programmaboekje. Hier staan weer andere tijden. Dat is ook mooi. Oh, leuk. Half. Dus ook om 2:30 heb je nog een keer. Dat ja, scheelt weer. Ik denk dat ik er gewoon een beetje mensen ben. Moeten gewoon binnenlopen en dan sowieso. Dan doe jij een liedje en een workshopje en
ja. Superleuk. Nou, echt fantastisch dat je dat even hier kwam laten zien. Dank je wel. En dat kwam laten horen. Heel fijn. Heb jij nog iets toe te voegen, Ellen? Wil je nog iets vertellen over... Nee, ik kijk er enorm naar uit. En ook om weer eens even zelf de rest van het terrein op te lopen. En alle ga je rondje lopen? Andere lossers te zien. En ja, ik vind het een waanzinnig tof festival. Top. En iedereen is van harte welkom. Goed om te horen. Nou, helemaal leuk. Dan wil ik eigenlijk Leel nog even vragen. Want ik hoorde het in een podcast. Jullie noemen het een radioshow, ik noem het gewoon een podcast. Koek FM, dat jij ook een beetje losgaat. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ik zal mezelf in een beeld zo. Hey. Ja, een beetje onverwacht. Wij praten altijd wel met elkaar, maar je bent eigenlijk zelden in beeld. Ja, precies, bij de loscast. Maar dat klopt. Dat hou ik ook zo, hè? Ja, achtergrond. Ja. Als je een stap naar achter zet, dan zie je hem niet meer. Zo, ja. And it's gone. Ja, nee, inderdaad. Wat kunnen de mensen bij jou in de studio doen? Workshop je podcast er maar doen. Workshop je podcast. Kan hier on the fly, want dat doen we tegenwoordig hier ook in de studio. Dus radio maken, gewoon gezellig een beetje praatje maken. Kijken wat Koek FM is. Even achter de schermen, want je ziet nu alles maar door één lens. Ja, precies. Maar er zijn hier 36 lenzen. Er zijn meerdere lenzen, meerdere angles. En je hebt vandaag de hele dag zitten opruimen, toch? Ik heb het opgeruimd, het is je opgevallen. Hebben jullie het gezien? Nee, hè? Ja, het is opgeruimd. Het is hier echt super opgeruimd. Komt dat zien. Het is opgeruimd, dames en heren, jawel. Dat is sowieso al interessant om te zien. En kan je eens de achterkant van de loskast ook bekijken, maar ook van Koek FM. En wat nemen jullie nog meer op? Eigenzinnig? Tegenwoordig doen we dus inderdaad podcast opnemen, radioshows, eigenzinnig. Staan ook op los, die staan in loods. Die staan in de 0570, daar hebben we vorige uitzending over gehad. Yes. We doen tegenwoordig ook, kom ik niet op de naam. Poppunt Overijssel, NDC. We hadden hier nog, de laatste keer hadden we een oude punker die met bivakmuts alles... Lekker, terugkijktip, ga naar Koek FM YouTube kanaal en abonneer daar. En ga die was ook even binnen 2 weken is het kijkcijferkanon van ons geworden. Ja, dus, dat is leuk. Er zat punker en die had een bivakmuts op en daarna gingen we een teaser opnemen. Dus ik was hier in het pand en ik denk, ik loop alvast ik zie iemand echt wild bewegen en doen. En toen heb ik hem even aangezet, want stond hij ook live uit, toch? Ja, dat was live, ja. En echt fantastisch. Oude rockplaat. Ja, hoe noem je dat? Van alles rockbilly, dan ook een beetje tegen draads. Ja. Maar dan niet saai gepresenteerd, maar echt keihard meebouncen. echt terugkijken waard. Dat is visual radio. Yes. Visual radio. Dus, als je dat... Eigenlijk ook podcast, maar dan met video. Is dat wel een vodcast? Een vodcast. Een vodcast. Niet verwarren met vodka. Nee. Maar... Dat kan je dus met los hier bekijken. Van hoe laat ben je open? Hoe laat is los? 1 uur gaan we los. Ik ben vanaf 1 uur. En 1 uur of 6. En doe je ook nog een plaatje draaien ergens? Ja, ik heb hier een DJ-set staan. Dus als je zegt, ik heb nog een plaatje die ik wil zetten draaien, mag dat ook. Doe je nog een Leon komt uit de kast? Of mijn favoriete onderdeel in de Koek FM. De kast is groot genoeg, dus ik denk dat de hele dag uit de kast kan komen. Mochten de mensen Leon uit de kast willen zien komen, dan uit de kast. Dan kan je dat ook doen. Helemaal tof. Ja, we moeten straks nog even hebben of ook nog na los een podcastje op gaan nemen. Want het lijkt me ook wel leuk om even terug te blikken. En misschien dat er dan ook weer wat mensen langs willen komen die wat willen komen vertellen over wat ze met los hebben gedaan. Of waar ze allemaal met los zijn geweest. Ja. Dus een aflossende cast. Een aflos. We lossen hem af. Padoempats. Nog steeds geen padoempats. Working on it. Working on it. Bij deze ook daar de uitnodiging voor. Dan gaan we nog even een datum verprikken zometeen. En aanstaande zaterdag is om vanaf 1 uur, moet ik het goed zeggen. Vanaf 1 uur gaan de deuren los in het Haventien. Er zijn 30 locaties open. Ik zal ze even laten zien op het boekje. Zo. Kijk dan, allemaal open, allemaal los. Hier zit ook een blokkenschema in en alle locaties die gewoon de hele dag open zijn, loop overal langs. Ook even de Meesterboerlaan wil ik even extra aandacht geven, want dat is ook heel veel leuke dingen te zien. De Koopman, helemaal aan het einde van de Scheepvaartstraat, loopt daar ook heen. Burnside, kan je met bootje ook naartoe en Bounce. Gewoon genoeg te zien. En waar kunnen deze mensen deze boekjes verkrijgen? Deze boekjes zijn bij alle locaties te verkrijgen. Ga ik van de week rondbrengen met locaties. Deze prachtige grote poster. Die ook even laten zien. Ho. Pas op voor het water. Kijk, er staat niks op. Zo'n poster.
mooie lege poster. Kijk, op dit vlakje komt dan het nummertje te staan, wat in het boekje staat. Dus in mijn geval nummertje 8 en in jouw geval nummertje 27, geloof ik. En dan zet je hier zo op. Nou, hier kun je de hele dag workshopje podcasten doen. Of zo laten is een smartlab. Yep. En bij elke deur hangt hier ook weer zo'n mooie QR-code voor de... Oh ja, de crowdfunding. Crowdfunding. En als je echt crowdfund, dan kun je nog een heel mooi... bakje komen halen van de grijze silo. Oh ja, Jacobs ladders bakje. Een echt stukje grijze silo voor bij jou thuis. Ja. Nadat we dat op de site hebben gezet, ik meen serieus, de bedragen schoten door de lucht. Heel goed. Iedereen wilde die mooie bakjes hebben en ze zijn op te halen bij Studio Groen en Schild. En je kan daar live on the spot doneren en dan een bakje mee krijgen, heb ik met José en Anjo besproken. En dan mag je ook nog meezingen. Wie wil dat nou niet? Om 9:15 start de videoproject van Elise. Dus daar moet je zeker voor blijven hangen. Er is genoeg te eten hier in het havenkwartier. Foodhok is er natuurlijk open. Picnic is die dag voor de tweede dag open. Yes. En Doc H2O kan je drankje doen. Genoeg leuke dingen om rond te kijken. Om tot 9:15 hier te blijven hangen. Zeker als het zo mooi weer wordt. Zoals ik verwacht. Ik ga er gewoon uit dat het heel lekker weer wordt. En het hele programma staat ook op havenkwartierdeventer.org/los. Het boekje zijn op alle locaties verkrijgbaar. Abonneer op het YouTube-kanaal van Koekewem voor al die leuke video's. En beluister de podcast nu ook op Soundcloud, Spotify en iTunes. Gewoon lekker zoeken naar Loskast en dan kan je hem tijdens de was gezellig op je oren luisteren. En deze prachtige liedjes beluisteren. Zit jij klaar voor de eindtune? Ja, ik wou net zeggen. Zal ik dit verhaaltje even uit? Als jij bedank ik Ellen alvast voor je komst. En Martine voor jouw komst en jouw fantastische muzikale bijdrage. Dank je. Leon, bedankt voor de techniek en voor jouw bijdrage aan deze podcast. En dan tot los zeg ik dan. En dan komt nu de eindjingle. Dit was de Loskast. En ook vandaag werd je weer leuk verrast. Hey, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Geen idee wie, wat, wanneer. Maar dat zien we dan wel weer. Tot los. Bye. Doei.